Hallo allemaal, welkom bij mijn Wizard. En vandaag heb ik voor jullie natuurlijk weer een gloednieuwe Wand video. En vandaag heb ik voor jullie niemand minder dan de Wand van een Death Eater. En het is de Death Eater Stallion Wand. De laatste Death Eater Wand die ik nog moest. En ja, die heb ik gekocht. Dus nu heb ik alle Death Eater Wands. En ja, daar ben ik super blij mee. Ja, laten we maar een closer look gaan nemen naar deze one, nietwaar? Goed, dit is de doos. En ja, het is natuurlijk gewoon weer je standaard doos. En natuurlijk zit er omheen een kartonnen laag om dat soort van te beschermen. Hier staat 14 plus en no partner disruption. Distribution. Of wat dan ook. En hier zijn natuurlijk de barcode. Harry Potter, Warner Bros. Entertainment en Made in China. En ja, de doos is een grijze doos. Dat is meestal met de Death Eater Wand. Is of grijs of zwart. En ja, op de doos hebben we natuurlijk Death Eater Wand Stallion. Een recreation of the famous wand. Ook al hebben we deze wand nooit echt gezien of zo. Oké. Okay. Harry Potter Warner Bros. Entertainment. Zodra je de doos openmaakt, wordt natuurlijk de wand zelf beschermd met deze foamlaag. En ja, normaal zou hier natuurlijk de wand in zitten. En natuurlijk staat hier de name tag met Death Eater Wand Stallion. Goed, voor de rest hebben we hier de wand zelf. Nou, de wand zelf is vrij klein. En het heeft een beetje de vormen van de wand van Victor Krummel. Dus ja, dat is niet heel erg positief. Nou, voor de rest, de wand, ja, het heeft een soort van paardenhoofd erop zitten. Wat een peststof is. En ja, ja, je ziet hier zo het hoofdje. Het is helemaal plat hier zo. Je ziet hier wel de oogjes en alles. En je ziet de snuit een beetje erop. En dan zie je hier de manen en alles. Super gaaf. En door de wand heen zie je een aantal tekens. Maar die zitten niet aan de andere wand. Daar zit voor de rest helemaal glad. Ja, op de bovenkant staat natuurlijk die trademark. En ja, dan gaat het een soort van omlaag. En steeds verder tot een, ja, op zich wel redelijk mooi puntje. Het is, ja... Gewoon een mooi puntje, ik ben daar blij mee. Voor de rest, het vasthouden one-on-one is een beetje gekkig. Aangezien het de best korte wand is. En wat het ding is dat je je hand er zo in legt. Je legt hem eigenlijk een soort van in zijn mond neer of zo. Maar ik heb meer de verleiding, dat had ik ook met Voldemort's wand. Die heeft ook zo'n design erin zitten. En dan heb ik toch liever dat ik hem zeg maar zo, dat ik één vinger erachter hou. Die doe ik dan op zijn hoofd of zo, zeg maar. Dat is een soort van comfortabelere manier om hem vast te houden. En dat is een stukje fijner dan, ja, zeg maar, gewoon zo helemaal vasthouden. Want dan, ja, ik weet niet, dan wordt de wand al helemaal klein. Kleiner dan die al is, want het is echt wel een kleine wand. Nou ja, voor de rest een hele lichte wand. Je kan er lekker mee rondsweepen. En ja, op zich is die wel tof. Maar ik ben er niet heel groot fan van. Ik vind dit wel een van de minste van alle Death Eater wands. Ja, voor de rest kan je hem bij Heroic Tales kopen. Daar heb ik hem ook vandaan. Linkje staat in de beschrijving naar Heroic Tales. Er staan meerdere linkjes in de beschrijving. Andere sites waar ik ook naar Harry Potter spullen haal. Maar natuurlijk raad ik Heroic Tales het meeste aan van allemaal. Voor de rest zie je nog een closer look naar de wand zichzelf. En ja... Hopelijk hebben jullie kunnen beslissen of jullie deze wand ook willen kopen. En ja, ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Laters.